3 kijkers van dus David Games. We gaan nu 2 vs 2 Panna knockoutje doen. Kijken of ik de tegenstander kan bieden. Leuk, of althans bedankt voor de leuke reacties op de vorige video. Dus ik ga nu weer een beetje lekker editen in de video. Dat zullen jullie straks wel weer zien. Ik ga gewoon even kijken hoe deze pot verloopt. En dan zullen er vast wel weer stukjes tussen zitten. Dat, ja, grappig geëdit kan worden. Maar ik moest wat meer trucjes doen. Dus nou, laten we dan maar gewoon een beetje iets gaan doen. Een beetje, ja, want ik moet eigenlijk de tegenstander bieden. Maar aangezien we dan toch wat trucjes moeten doen, lijkt het mij tijd voor een... paar trucjes met een leuke beatronde. Dus daar gaat hij komen. Er werd gezegd dat ik meer wat moest praten. Nou prima, bij deze wordt er meer gepraat in de video. Dus voor jullie alsjeblieft wordt er gepraat. Hoezo krijgt hij een beat? Ik snap nooit wat van die beattelling van... FIFA Street! Dan moeten we zien te... Oh, nou prima. Doen we het gewoon zo. Alsjeblieft. Ik snap ook niet waarom ik een muts op heb. Het is hartstikke mooi weer. Of althans, je bent binnen. Het is helemaal niet koud. Dus ga gewoon met de muts oplopen. Nou, maak het maar gewoon af. Punt is een punt! Als we maar zo snel mogelijk kunnen winnen van deze dudes. Dit is in ieder geval de Panna beat. Ik ga kijken of ik... Wat? Nee! What the hell? Dit is gewoon ongelooflijk. Dit kan gewoon niet. Hallo, wat is daar een beat aan? Hij rent mij gewoon voorbij. Pak even de bal, want ik wil deze zilver winnen. Nee! Dit meen je niet. Waarom krijgt hij elke keer die gelukkansen om net voor die goal goed uit te komen, weet je wel? Ik heb veel betere beats dan hem. En hij krijgt gewoon elke keer... Oh, dit is een own goal? Nou, prima. Maar mijn beats zijn gewoon veel beter. We zijn gelijk voor. Oh, vol op je giegel, joh. Wat wij gaan doen, slapen of zo. Skiet. Gewoon afmaken. Gewoon 2 punten voor gaan staan. Gewoon skieten. Nee! Oh, kon nog verliezen in de laatste minuut. Nee! Oké, jongens, hier kreeg je iets meer trucjes. En bedankt voor het kijken. Ik zeg tegen jullie tot de volgende keer. En doei!